Eigenlijk ben ik de kunst gaan maken om juist niet te ondernemen. Ik ben solventjes. Ja. Ik maak portretten uit één lijn. Ik hou van wat ik maak. Hoeveel volgers heb je nu op Instagram? Nu zit ik volgens mij op 215.000. Leuk dat je weer kijkt of luistert naar 7D-TV. Van harte welkom bij weer een nieuw gesprek met Niels Kiné, also known as Solventius. Ja, Niels, nou denken de kijkers, Niels Kiné, also known as Solventius, kunstenaar, mag ik het zo zeggen? Ja, ja zeker. Ja. Solventius, leg eens uit, waar komt dat vandaan? Ja. Ja, dat is een goede vraag. Wil je er lang of te kort uitleggen? Gewoon, we hebben de tijd. Alles, ja. Ja. Nee, Solventius is eigenlijk een naam die draag ik al bij me sinds dat ik 12 ben. Ja. En het wordt echt een vaag antwoord. Ja. Ik heb dat een keer gedroomd namelijk. En, wat is dat toch met kunstenaars die dromen? Ja, dat zeg ik. Eigenlijk wordt het weer zo'n standaard kunstenaarsverhaal eigenlijk. Ja. Nee, ik heb dat een keer gedroomd en die naam werd dan geroepen. En dat heb ik onthouden. En eigenlijk al gaandeweg, toen ging ik gamen. Toen gebruikte ik als gamertag, weet je, zeg maar als naam. En ik heb toen op een gegeven moment, toen kwam internet, toen heb ik het als URL geclaimd. En uiteindelijk 10 jaar geleden heb ik een blog gestart. Dus ik dacht, nou, logisch, dat noem ik Solventius, want dat... Ja, maar hij is in een droom tot jou gekomen, ja, die naam. Ja, ja. En heeft het een betekenis als je gaat googlen? Nou, dat is dus het enge van het verhaal. Is dus op een gegeven moment met Google en dergelijke, weet je, meer indexeren en dan kon je meer vinden. En als je al Solventius intikt, dan zie je dus nu alles van mij. Maar er is één, er schijnt een soort... rijke landheer geweest zijn uit Italië. En die heet dus Solventius. Dus echt creepy. Toen de eerste keer dat ik dat zag, dan kreeg ik echt een dag van... Nou, dit is echt zo bizar. Dit ga ik nooit uitleggen aan iemand op nou, bij deze. Ja. Want ben je al rijk landheer inmiddels? Nee, helaas niet. Nee, dat nog niet. Maar wel succes tenminste. Want ik vind het erg interessant om je te ontvangen. En de reden daarvoor is ook dat ik best wel veel van je zie online. Je bent actief op social. Moet je zo meteen wat meer over vertellen. Groot bereik op Instagram. Echt meer dan 200.000. Ja. Maar tegelijkertijd, ik kon bijna geen video of interview of een profiel. Dus ik werd waanzinnig nieuwsgierig naar de man achter de kunst. Maar laten we eens met de kunst beginnen. Hoe beschrijf jij die? Ja, dat is waar we mensen van me kunnen kennen, is zeg maar van ik maak portretten met name. En portretten in het moment. Dat is wel belangrijk. En ik gebruik daar de techniek voor, zeg maar, van tekenen vanuit één lijn. Ja. En die heb ik mijn eigen gemaakt. En dat is zeg maar inderdaad wel de kunststroming, wil ik niet zeggen, maar dat wel de techniek die ik toepas. Is dat een bestaande techniek die meer mensen toepassen dan? Ja, want er is zeg maar bijvoorbeeld Picasso, dan heeft dat ook wel dingen gedaan in één lijn, of in ieder geval het minimalisme. En als je one-line kunst maakt, dan kom je altijd in zo'n soort vaarwater van wie was eerst en wie deed wat en dat soort dingen. Maar Picasso heeft ook inderdaad wel dingen uit één lijn gemaakt. Maar ik probeer dat zeg maar echt door te voeren in hele complexe tekeningen van meerdere gezichten en dan non-stop. Dus, maar je begint, ik weet nog dat ik vroeger als kind had, je kan een huisje met een kruis erin. Ja. Die kon je dan vanuit één lijn, hele huis. Ja. Maar dat is een beetje, het is zeer verslavend om naar te kijken. Want de making-of van die dingen, dat is met name jouw mediavorm online. Hè? Je laat echt zien hoe het gemaakt wordt. Ja, dat was inderdaad, bij het begin was dat wel dat mensen zeiden van, waarom doe je dat? Waarom laat je nou de kunst afkijken? Maar dat liep heel erg goed. Mensen vonden dat heel fijn om te kijken. Ik kreeg ook heel vaak complimenten van mensen. Die zeiden van, nou, ik word helemaal kalm als ik ernaar kijk. Bijna meditatie. Ja, het is gewoon een soort meditatie. Ja. En dat vond ik wel een groot compliment. Ondertussen vond ik het wel mooi om te laten zien. En waar ik wel heel veel mensen die zeiden, ja, maar dit doe jij niet in één keer. Dat doe je niet in één lijn. En die making-of films laten dat dus wel zien. Ja. Sommige filmpjes zijn bijvoorbeeld, ik denk dat het langste filmpje wat ik gemaakt heb is iets van 20 minuten. En dat versnel ik dan wel, want anders dan haken mensen wel af. Ja, ja, ja. Maar het is gewoon volledig uit één lijn. Dan daarna kan je hem ook opvegen. Ja, want, hoe werkt zo'n proces dan? Nou ja, kijk, ik maak het in het moment. Dat is voor mij enorm belangrijk. Dus ik ga niet van tevoren bepalen of plannen van ik ga dat maken of dat maken. Dus ik laat het gewoon echt ontstaan. Op een gegeven moment ben je bezig. En dan ik maak portretten, dus dan weet je hoeveel. Als je 3 ogen hebt getekend, hey, wacht even, dan moet er nog wat meer bij. En dat... Terwijl ik dat aan het maken ben, laat ik me daar zeg maar door mee vloeien. En dan komen er uiteindelijk gewoon een soort serie portretten uit. En dan, denk je dan, of is dat een soort flow of zo? Ja, het is een flow. En ik anticipeer gewoon op het moment zelf. En dat is eigenlijk, denk ik, het is meer een soort improv-achtig manier van maken en zo. Want je weet niet, je begint, maar je weet niet wat eindigt. Nee. En weet je wanneer het klaar is? Nee, ook niet.
Maar op een gegeven moment stop je. Ja, dan moet ik stoppen, ja. Ja, ik zeg overal, het is af en toe, en dat is ook weer zo echt een typisch kunstenaarsantwoord, maar het is een beetje als het leven zelf. Het begint, hè, en waar het eindigt weet je eigenlijk niet, en alles ertussenin is een soort avontuur. En dat is ook wat ik eigenlijk met die tekening ook maak. Dat, tenminste, dat is voor mij ook zo. Voor mij is, het blijft nog steeds, daar ben ik heel trots op, ondanks dat het heel veel succes ook heeft, blijft het voor mij nog steeds ontzettend leuk om te maken. Wat is succesvol voor jou? Nou, sowieso, het is ontzettend satisfying zelf om te maken. Ja. Er zitten dingen bij dat ik op een gegeven moment al gaandeweg in één keer bot een ik ga nu met verf aan de slag, weet je, gewoon met één penseel en kijk hoe ver ik kom met verf die uitloopt. En dat is voor mij enorm satisfying. Dat is voor mij succesvol. Als ik dan denk, ja, het is echt te gek. Ja. En het fantastische is dat van, ik heb al geleerd in al die jaren van, je moet je successen delen, maar ook wel je fails delen. Mm-hmm. Dus er zitten ook wel dingen bij die ik online zet, waarvan ik echt zelf denk van, ja, weet je, van, ja, dat mag ook wel. Weet je, van, dat mag ook wel een beetje pieken. Mm. En dan krijg je dus van mensen enorm leuke reacties. Van die echte, tot aan ontroering toe. Van, dit doet me heel erg denken aan mijn overleden kind of iets of iets geest. En dat is echt heel gaaf. Dus. Hoe kom je aan dat bereik op social en dan met name op Insta? Ja. Want ja, hoeveel volgers heb je nu op Instagram? Nu zit ik volgens mij op 215.000. Ja, dus organisch moet ik ook wel trots bij zeggen. Ja. Want je kunt ook heel veel kopen. Ja. Maar dat is ook tegenwoordig wel weer aan banden gelegd. Mm-hmm. Dus, maar hoe kom ik aan het bereik? Ja, mijn grote vriend Instagram, die dus ook op een gegeven moment filmpjes ging boosten. Hè? Dus je weet, Instagram die laat ons, je maakt een filmpje, hey, weet je wat? Dan zetten we dat bovenaan de pagina. Ja, en dat is ook een beetje het verhaal van at the right time, at the right place. Dat. En aan de andere kant was het ook gewoon van, mijn werk is heel transparant. Dus hetgeen wat ik maak, laat ik ook zien hoe het gemaakt wordt. En ik denk dat dat mensen enorm aanspreekt. En dus inderdaad ook willen meemaken. Er zijn mensen die me heel lang al volgen. En die alles meemaken en elke keer zeggen, ja, fantastisch. Ja, dit vind ik zo leuk dat je dit weer... En dat, ja, dat werkt dan zo. Ja, ik heb er al meerdere keren, dan liep ik weer tegen je aan. En voor je het weet, zat ik weer 4, 5 van die filmpjes. Ja, gewoon. Het lijkt wel televisie, weet je. Dan zit ik weer als een zoutzak. Ja. Zit het lijntje met de volgende. En denk, waar gaat hij naartoe? Ja, te gek. Ja, dat is echt superleuk. Ja, nou, dat is wel wat ik, of tenminste, wat ik wel veel terugkrijg. En dat, dat ben ik gaan blijven doen. En op een gegeven moment, dan is het zo, dan pikken merken je op. Of dan, maar moet ik niet zeggen merken, eigenlijk meer blogs. Ja. Hele grote blogs. Ik heb ook een keer op Instagram voor business gestaan. Ja, dat zijn wel dingen, weet je, die dragen dan enorm bij, weet je, van aan het hele verhaal. Het kan zomaar zijn dat je een blogje gaat posten, reposten, dus dat jouw filmpje dan daar weer terechtkomt. Ja. Dan zit je bijvoorbeeld in één overnight, ga je dan de 10.000 volgers erbij. Echt in één nacht? Ja. Ja. Want je bent, want we CVD, de titel luidt Ronnie in gesprek met inspirerende ondernemers. Ja. Nou, ben je kunstenaar, maar ook ondernemer dus, hè? Ja. En behoorlijk internationaal ook. Ja. Want ik vond interviews in het Frans en weet ik veel waar allemaal. Ja. Vertel eens hoe we de ondernemer solventie. Ja, het grappige is dat van ik eigenlijk ben de kunst gaan maken om juist niet te ondernemen. Hmm. En ik denk dat dat bij begin me ook geen windeier heeft gelegd. Weet je, van het is zo, kijk, ik ben me heus wel bewust van het feit van dat als ik iets maak, weet je, van hè, dat een bepaalde soort, ja, dat mensen dat wel graag willen zien. Mm-hmm. Maar, hè, of dat mensen dat willen kopen, want dat is natuurlijk, er moet ook wel geld in het laadje komen. Mm-hmm. Maar ik ben het eigenlijk, bij het begin heb ik juist dat heel erg afgehouden. En dat werd het een soort van integer van voor het publiek. En die pikte dat dan wel wat sneller op. En dan komt in één keer het succes, hè, dus het meer delen. Dus dan moet je wel ook gaan ondernemen. En dan ben je bewust van het feit van, ja, ik ben dus nu gewoon ondernemer in de kunst. Want als ik op jouw website kom, dan is het eigenlijk gewoon een webshop, hè? Ja. Ik bedoel, met hele boeiende prijzen ook, hè? Want er zijn werken al vanaf, 120 euro of zo, kun je al spulletjes kopen. Ja. Want hoeveel omzet doe je, of is dat supergeheim? Nou, dat is niet supergeheim, maar dat fluctueert heel erg. Ja, maar doe eens wat schaal. Ik heb gewoon puur nieuwsgierig over mij. Ja, wat doe je zo ongeveer? De ene maand dit, de andere maand dat. Ja, dat varieert heel erg. Dat vind ik altijd nog wel het engste ervan. Ik kan nog niet zeggen van, oké, nou, dit is maar vast inkomen per maand. Nee. Maar er zit tegenwoordig ook inderdaad tot boven de 10.000, zeg maar, via de webshop binnenkomt. En daarnaast doe ik nog wel werk in opdracht. Dus dat loopt wel aardig. Maar het aantal volgers op Instagram, dat is leuk, weet je, voor je bereik. Maar het zijn nog niet gelijk ook mensen die echt iets kopen. Nee, true. En ik zit daarnaast natuurlijk nog met, ben ik heel transparant. Dus ik laat mijn werk zien. Dus heel veel volgers die kijken echt alleen maar om de kunst af te kijken. Of kijken hoe ik het maak. Maar dat zijn nog niet direct kopers. Heb je ook ambities om als kunstenaar zeg maar in musea te komen, exposities te doen, die route op? Ja, zeker.
Ja? Heb ik wel. Ja, ik moet al wel een beetje om lachen. Want ik heb daar nu op een gegeven moment dan krijg je wel bereik en dergelijke. En denk je, ja, dat zou wat summum zijn. Dan denk je ook af van, maar waarom eigenlijk? Wat, fame? Hè? Fame? Ja, maar ik bedoel, ik ken geen expositie die 250.000 bezoekers trekt. Dus van een beginnende kunstenaar. Kijk, en dat heb ik dus nu wel online. Ja, 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 ja. Heb je nooit gedacht om dat lijntje om wat anders te maken dan portretten? Want het is natuurlijk. Dus er zijn heel veel thema's waar je in een moment iets zeg maar, kan visualiseren. Ja, ja, dat is te gek. Ik heb dat klopt. Ik heb altijd gezegd van ik ga geen portretten maken. Ik heb hiervoor nog een heel kunstproject gedaan met portretten van landschappen. Mm-hmm. Dus daar waren geen portretten, maar wel portretten van landschappen. En toen vroeg iemand ook van wil je daar geen portretten fotograferen van mensen? Ik zei, nee joh, dat is zo vaak al gedaan. En, dan krijgen die mensen dat zien er niet uit. Dat vind ik niet interessant, vind ik niet boeiend. Dat is al zo. Maar toen heb ik toen ging ik op een gegeven moment die portretten tekenen uit één lijn. En ja, zoals dat ook ontstaat, wat ik zei, het is het avontuur. En daar kwamen in één keer gezichten uit. En ik, ja, wie ben ik om nou te gaan zeggen van ik moet toch andere dingen gaan maken. Mm. En ik doe het heel af en toe, doe ik het wel eens. Maar ik vind het gewoon niet leuk. Ik vind het gewoon, dat ik denk van ja, want dan wordt het een soort. Heel veel thema's die terugkomen, enfant libre. Ik heb zo'n wereld als één lijn gemaakt. Het zijn toch heel veel menselijke thema's of zo, weet je. Dus ik vind ook wel dat dan. Ik ben ook wel op zoek als ik die portretten teken. Er zijn ook heel veel mensen, is het nou een man of is het nou een vrouw? Dat is natuurlijk ook zeker tegenwoordig een hele interessante discussie. Hè? Want wat is mannelijk, wat is vrouwelijk? Ja. En ik, ja, dat vind ik fantastisch. En daar ben ik nog lang niet klaar mee. Om dat helemaal uit te. En als dan linksom iemand komt die zegt, ja, kan je ook een baviaan tekenen? Of een mooi paard of een eenhoorn? Dat doe ik wel. Alleen, dat gebeurt. Hè? Want je doet veel in opdracht? Nou, dat ligt er een beetje aan. Het moet me echt klikken. Het moet echt klikken met die mensen. Dan doe ik inderdaad iets in opdracht. Ja, ja. Maar het is niet zo van. Als ze dan een eenhoorn willen, dan krijgen ze een eenhoorn. Ja, ja, ik heb ook wel eens een eenhoorn gemaakt voor iemand. Die echt ook specifiek een eenhoorn. Nou ja, dat was, moet ik eerlijk zeggen. Ik had meer een eenhoorn getekend. Zo van, weet je, van de mythisch. Ik denk, want iemand zei, je tekent nooit dieren. Ik zei, ja, maar een eenhoorn bestaat toch ook niet? Dus het is ook eigenlijk geen dier. Dus ik had ook een beetje zo, maar dat was een eenhoorn. Dan zei iemand ook, ja, dan wil ik een tatoeage. Ja, nou, dat kan. Dat is goed. Is er een trend te ontdekken in het kunstenaarslandschap vandaag de dag van. We hebben hier op CVD-TV er een aantal gehad. Hè? Jozef Libanski, Bram Reinders heb ik recentelijk geïnterviewd. Ik zie daar wel een bepaalde rode draad in, maar ik weet niet of jij hem ziet. En schaar jij je ook in die stroming van de kunstenaars van vandaag de dag hier in Nederland? Of niet? Nee, dat niet. Maar ik denk dat we misschien alle kunstenaars wel zeggen van nee, dat doe ik niet. Maar ik denk misschien dat anderen dat wel vinden. Nee, maar dat vind ik niet. Ik vind ook niet. Ik ben ook helemaal niet bekend in Nederland. Het is meer daarbuiten, zeg maar, wat de klok speelt. Dat is heel gek. Want het is toch van of dat als mensen dat horen, oh, is dat in Nederland? Oh, dat is gek. Ja, 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 klopt en, wel. En, ja. En het is zo van, kijk, ik heb bijvoorbeeld ook het Instagram, hè, bijvoorbeeld dat met name of social media gewoon gebruikt als. Als mijn expositie, of mijn etalage. Ja. Maar ik zie ook wel andere kunstenaars die dat meer gebruiken om zichzelf ook juist wat meer. Ja, dat doe jij niet, hè? Nee. Waarom vond je het dan toch leuk om hier te zitten? Ja, nou, dat is een goede vraag. Ja. Ja, dat, ik weet niet, dat het toch van je wilt toch wel eens een keer je verhaal kwijt op een andere manier. En wat je zegt, ik heb wel vaak interviews gedaan in het Engels of in het Frans. Of niet in het Frans, maar wel. En er zit toch altijd een soort. Ja, dat is toch anders. Ja. Het is toch anders om je te kunnen expressen, zeg maar, op die manier. En, dan, en ik vond dat ook gewoon leuk. Dus, ben je kunstenaar of word je het? Ik zei nu tegen jou, van, ben je kunstenaar? Toen zei ik ja. Maar ik denk altijd van, ik vind dat kunstenaar, dat iemand anders jouw kunstenaar kan vinden. Of zo, weet je? En dan word je inderdaad wel kunstenaar. Maar ik denk ook dat je ervoor moet uitkijken. Want als je uiteindelijk eenmaal kunstenaar wordt, dan kak je een beetje in, denk ik. Dan wordt het zo van, oké, ik maak kunst. Terwijl je denkt van, nee, ik ben nu bezig met mijn ding maken. Weet je? Dus dat, wat is het verschil dan? Tussen je ding maken en kunst maken? Nou ja, kijk, ik heb op een gegeven moment vroeg ook iemand van, ben je kunstenaar? Toen zei ik van, nou nee, ik ben lover. Weet je? Van, ik hou van wat ik maak. Weet je? Van, dus als je schilder bent, dan schilder je. En als je fotograaf bent, dan fotografeer je. En ik vind dit gewoon te gek om te maken. Dus ik ben een lover. Ik hou hiervan. En dan is het inderdaad van, ja, maar dan mensen zeggen dan toch van, oké, dan ben je kunstenaar. Ja. Toen heb ik dat toch maar geaccepteerd. Ja. Terwijl dat, ja, nog steeds is dat, vind ik dat nog wel lastig om dat zo zelf te betitelen. Van, oké, ik ben Solventius. Ja. Ik maak, hè, ik
maak portret uit één lijn. Als je naar je eigen ambities en je groeiplannen kijkt en we zouden eens een jaar verder kijken, wat staat er dan op jouw agenda? Waar ben je nu in je hoofd vooral mee bezig? Ja, zo ontzettend veel. Vaker met kunstenaars. Ja, precies. Ja, maar dat maakt me ook wel gelukkig, weet je wel. Het is nooit stil of zo, weet je. En dat is, dan denk ik van ja, dat is wel. Nee, wat ik echt wel, ik wil wel een slag gaan maken door mensen, zeg maar, ook inderdaad door iets met een PA te doen of iets met mensen, zeg maar, ook in te zetten, ook om dus zeg maar mij mijn kunst te laten maken. En dat alle randvoorwaarden die erbij komen, dus ik kan bij heel veel dingen bij kijken, verzenden van dingen, legal, spullen. Maar ook heel simpel, bijvoorbeeld alle making-of filmpjes die ik maak, daar moet muziek onder. Ja. Dan moet je op zoek gaan naar muziek. Of een even zo'n artiest even benaderen en zeggen van, hey, weet je, vind je het goed als ik dit gebruik? En hoe kunnen we dat? Ja, dat zijn best veel dingen. Dus je moet gaan delegeren. Ja. Ja, misschien wel. Ja, dat klinkt wel zo. Dat klinkt heel zakelijk, maar dat is wel. Want wil je een beetje. Als je wat schaal wil gaan creëren, dan moet je dus inderdaad. Dan moet jij gewoon in je atelier. Hè, en dan moeten er een aantal dingen geregeld. Ja, precies. En dat is wel grappig. Want dat vind ik ook wel interessant. En dan zeg ik af en toe was weg te mijmen. Dat ik denk van, ja, maar waar wacht je op? Weet je, wacht je nou op dat iemand zegt van, nou, Niels, oké, kom maar naar New York. En dan boom. Weet je, dat het dan zo gaat. Of wil ik zelf die schaal gaan creëren? Dat ik zeg van oké, ik ga het wat zakelijker inzetten. Ik ga wat meer reproduceren. Of een slimme samenwerking aangaan. Dat. Maar ik denk dat ik misschien binnen een jaar. Ja, goed. Dat ik binnen een jaar wel bezig ben met een. Toch dingen uit handen geven. En zeggen van oké, dit wil ik gewoon. Laat mij mijn kunst maken. En mijn ideeën die ik heb. Dat helemaal. Zal ik één idee vertellen? Ja? Wil je dat horen? Ja. Een scoop. Nee, ik ben dus met die lichttekenen ben ik veel bezig. En mijn ambitie en mijn wens is, het lijkt me fantastisch om dus zeg maar voor iemand een kunstwerk te maken, maar bij hem thuis een lichttekening te maken, die fantastisch mooi uit te printen met die bond en dergelijke. En die daar zeg maar in die woonkamer te hangen. Dat lijkt me echt, dat lijkt me fantastisch om te maken. Ja. Heel veel succes, Niels. Salventius. Dank dat je mijn gast was. Ja, en dankjewel voor het gesprek. Graag gedaan. En dankjewel voor het kijken. En vond je het een leuk gesprek, abonneer je dan op het YouTube-kanaal. Of als je zit te luisteren, abonneer je op het podcastkanaal. Voor nu, dankjewel voor het kijken. Hoi.